Ron Remy serveert niet alleen een pilsje in zijn kroeg. Pas op, heren! Alles zeker komt van boven. Wildplassers kunnen rekenen op een ijskoude douche. Met water recht uit de koelcel van de kroeg. Het is, uh, het is ijswater en het is echt, uh, het is echt koud, ja. ja. Het komt van de koelcel af. De kroegbaas is de wildplassers helemaal beu. Vandaar deze waarschuwing aan de achterdeur. Een urine gaat stinken en ik denk. Ik doe het maar meteen opruimen, dan heeft het geen kans om te gaan stinken. Maar u heeft mij geraakt. Ik zeg, ja, maar het is ook geen officieel uh, wc hier natuurlijk. Dus, uh, en ik ruim dat altijd meteen op. En uh, vers water, lekker koel water. En uh, ik moet zeggen, het helpt. De slachtoffers reageren positief. En het wordt sportief opgenomen door de jeugd, want het is vaak jeugd die hier uh, hun behoefte doet. Uh, laatst had ik acht mensen die stonden hier en er stonden twee van te univeren en uh, zes stonden hier langs ja die waren ook nat maar die hadden in hun broek geplast van het van het lachen want toen ze zagen dat twee van hun collega's hier de plans kregen de zeker van boven toen moesten die zes wel zo lachen en ze namen het allemaal sportief op maar Ron heeft wel een grote boodschap ik maak er nu een beetje een statement van en uh, het is allemaal ludiek en laten we het ook zo laten de boodschap naar de mensen is Ga gewoon naar het toilet, in de horeca-gelegenheden. Daar zijn ze voor. En eh, drink er een lekker biertje. En laat het daar ook dan achter op de plek waar het thuis hoort. Dus niet plassen tegen de gevel van Ron, hij houdt je in de gaten.